En om in Riet te komen vloog de PSV-selectie vandaag naar Flughaven Linz. Orlando Engelaar ontbrak, officieel vanwege ziekte. De rest ging daarna met de bus naar Riet, zo'n 60 kilometer verderop. En daar staat dit stadion met deze veelzeggende naam. En zorgen maken ze zich daar ook niet. De club is veel te blij dat ze tegen PSV geloot hebben. Riet sagte, alle diese Gegner, alle möglichen Gegner, wären eigentlich über uns zu stellen, sportlich nämlich. Aber PSV hat einfach den größten Namen und deshalb war man hier sehr, sehr glücklich. Bescheidenheid troef dus bij de club die werkt met een begroting van 5,2 miljoen euro. 1/10 van de begroting van PSV. We zijn ook in Oostenrijk een middelclub in de Liga. PSV Eindhoven heeft zweimal Europa gewonnen. En produceert Nationalspieler voor de hele wereld. En is een grote internationale Mannschaft. We zijn zeer stolz, gegen PSV te spelen. Maar misschien stelt SV Riet zich toch wat te bescheiden op. De club schakelde immers in de vorige ronde Brumby uit en won vorig seizoen in Oostenrijk nog de nationale beker. Im letzten jaar hebben we in Oostenrijk zeer goed aufgezeigt. Onze Mannschaft had een goed karakter. En dat is waarschijnlijk ook de grond des Erfolges. Riet had met diesem budget letzte Saison. Mannschaften wie Red Bull Salzburg, Rapid, Sturm Graz geärgert. Also auch das sollte eine Warnung für PSV Eindhoven sein. Das Stadion ist voll. Es ist ein kleines Stadion. Wir haben nur 6.000 Plätze, aber sie sind alle verkauft. Das Stadion ist voll und es wird eine sehr, sehr gute, aber auch eine sehr freundliche Stimmung sein.